Informatieoverdracht heeft alles met golf te maken. Want vanaf de zender naar radio en van radio naar je oor, het is een en al golven, golven en nog eens golven. We gaan van start. Stel je voor, je hebt informatie. Ja, en we gaan eventjes normaal te werk, dus lekker op papier. Ja, je schrijft een brief en dan wil je die verzenden, dus wat doe je? Je doet hem eerst in een envelopje. En de envelop doe je op de bus en die wordt verzonden. En één keer aangekomen, wordt weer uit de envelop gedaan. En jawel hoor, gelezen. Missie compleet. Oké, de informatie wordt dus overgedragen van zender naar ontvanger. We gaan dat eventjes bekijken hoe dat met golven gaat. Ja, de informatie, dan wordt het geen brief, maar een golf, bijvoorbeeld een geluidssignaal. En dat willen we versturen. Dan wordt het geluidssignaal eerst ingepakt. En het geluidssignaal wordt er ingepakt, dat wordt moduleren genoemd. In plaats van een envelop wordt het geluidssignaal ingepakt op een draaggolf. Het wordt dus op een draaggolf gezet. En dat is in dit geval een radiogolf. En één keer aangekomen wordt het weer van de draaggolf afgehaald. En dus het wordt uitgepakt. En dat wordt demoduleren genoemd. Ja, het woord moduleren, dat komt in feite wel vaak voor zonder dat je het erg in hebt. Namelijk dat zit in de AM en de FM. AM betekent amplitude modulatie en FM frequentiemodulatie. En dat zijn de twee afkortingen die je tegenkomt bij een radio. Ja, een radio heeft een AM en FM afstemming. Oké, twee soorten modulaties. En we kijken eerst even naar amplitude modulatie. Ik heb een geluidsgolf en die wil ik op de draaggolf zetten. En dat doe ik met behulp van amplitude. We kijken eventjes naar een geluidssignaal. Ik kijk even alleen naar het eerste stukje. En het eerste stukje dat begint met een amplitude van 2. Daarna gaat de amplitude omhoog, ja, naar 2,8. En daarna gaat hij weer naar beneden toe. Ja, daar is hij 0. En daar is hij min 2,5. En daarna weer naar 0. Maar die laat weer eens eventjes. Dat zet ik op de draaggolf. De draaggolf heeft zelf een constante amplitude. Als hij dus geen signaal heeft, dan is de amplitude daar gewoon overal constant. En de amplitude van het geluidssignaal, dat zet ik erbij op. Dus het is, ja, dan krijg ik deze vorm. En hoe krijg ik deze vorm? Nou, kijk, in het begin had het geluidssignaal een amplitude van 2. Dan zet ik die 2 erbij. Ja, niet alleen daarboven natuurlijk, maar daar beneden komt die 2 er ook bij. Daarna loopt hij op naar 2,8. 2,8. Dus, ja, je ziet de amplitude inderdaad een beetje toenemen. En daarboven komt hij plus 2,8 en daar beneden komt er ook 2,8 bij. Daarna gaat de amplitude naar 0 toe. Kijk, en daar is hij weer 0. Dan is hij dus draaggolf, wordt dan weer gewoon als amplitude 8. En boven en onder natuurlijk hetzelfde. En de geluidssignaal krijgt een uitwijkende amplitude van min 2,5. En min 2,5 betekent dus dat je daar 2,5 beneden de 8 zit. En ook hier weer boven en onder min 2,5. En zo ga je dus hier al die amplitudes bij langs. En al die amplitudes, ja, die doe je hier erbij of eraf, zodat je dus hier een gemoduleerd signaal krijgt. Ja, totaal kom je dan op deze situatie, geluidssignaal en draaggolf, en die zet je bij elkaar. Ja, dus dan leg je ze over elkaar heen en daarna moduleren en dan krijg je dus dit als resultaat. Dit is dus de draaggolf waarbij het geluidssignaal erop wordt gezet met amplitude modulatie. Bij de radio, de AM, ook wel middengolf gaat, daar staat dus hier 1008. Die 1008, dat is de frequentie van de draaggolf. Dus de draaggolf die heeft een frequentie van 1008 kHz. Het geluidssignaal zelf, die heeft meestal een frequentie van ongeveer 5 kHz. En dat betekent dus dat die op de draaggolf erbij wordt gezet. En dan krijg je dus een gemoduleerd signaal van 1008.
En die 5 kHz komt er soms bij en soms gaat het eraf. En dat wordt de bandbreedte genoemd. Ja, dus de draaghalf 1008 kHz, daar stem je de radio af. En de bandbreedte is 10 kHz, 5 aan iedere kant. In die bandbreedte mag eigenlijk niet een andere zender zitten, omdat je anders dus twee zenders door elkaar heen kunt horen. Bij frequentiemodulatie wordt de draaghalf en geluidssignaal ook samengenomen. En samen krijgen ze dus ook weer een FM-signaal, waar dus een geluidssignaal gemoduleerd in is verpakt. Maar nu op basis van frequentie. Hoe gaat dat? Wel, kijk, hier is de amplitude van het geluidssignaal laag. En de lage amplitude die wordt vertaald in de draaghalf naar een lage frequentie. Je ziet hier dat de frequentie hier lager is geworden dan de oorspronkelijke draaghalf. Dus de amplitude die wordt vertaald naar een lagere frequentie. Een hogere amplitude, dat is hier. De hogere amplitude wordt vertaald naar een hogere frequentie. Dus lage frequentie, dan weet ik van, oh, dan is de amplitude laag geweest. En een hogere frequentie, dan weet ik van, oh, dan is de amplitude hoog geweest. Op die manier kun je dus het geluidssignaal weer verpakken in de draaghalf. Ook hier krijg je natuurlijk met de radio bepaalde frequenties toegewezen. En hier krijg je het FM frequentie. En de draaghalf heeft hier weer een bepaalde frequentie. En je ziet dat die veel hoger is dan de frequentie bij de middengolf. En de bandbreedte is ook veel hoger. En dat vertaalt zich in betere kwaliteit van signaal. Het geluid is een stuk beter als de bandbreedte beter is. Eventjes een klein plaatje bij elkaar. Je ziet hier inderdaad het AM-gebied. Die zit in de buurt van de 10 tot de macht 6 hertz. En het FM-gebied, die is hier. En die is dus in veel hogere frequentiebereik. Oké, nou, dat was het weer. Ik zou zeggen, tot ziens, tot de volgende keer.